zien we hoe het... Deze zit er veel aan. Twee keer moeten slicen. Hand op kop. Moeten beschermd worden, zo denken die. En soms hebben ze gelijk ook hoor. Goeie agressieve en Erden. Perfecte verdediging. En overnemen. Alsjeblieft. Te kort en ineens afgestraft. Blitzstart. Voilà. Extra. Twee keer, die forehand inside out. Als het om voetballen aangaat, omgaat het lekker. Net genoeg druk van Hantugova. Elk tweede opslag, twee keer. Nou, hoor. Het passeert in twee tijden, noem je zoiets. Heel mooi gedaan. Zover zijn we. De eerste set voor Justine en Eijert. En dan wat avontuurlijk het net opzocht. Gelukkig. Ja, maar gelukkig. Schitterend. Hantugova geraakt gewoon niet op het scorebord. Ace. En zoals het er nu naar uitziet, zou het vandaag ook wel eens een vierde ronde nederlaag. En ze kan hem er ook. Is er ook binnen gesukkeld, allicht. Justine. Och, we komen nog net bij. Ja, lange armen. Het heeft. Weer galoos, die passing. Is meer en meer een. Is
zaak is van tennis van achteruit. Oh, nog eens een demonstratie. Hij valt aan de verkeerde kant voor Hantukova. En ze is er. Justine Nergren speelt in de kwartfinale tegen de Française Brémond. Zoar hier knap tennis geserveerd. Overtuigend gewonnen. 6-3, 6-1. 13 games heeft ze nog maar verloren in 4 matchen. En meer zal zij naar voren.